We hebben vandaag wat bijzonders, mag je wel stellen. We hebben een enorm huis opgeleverd. We hebben een fantastische opdracht gekregen van twee jonge mensen. En die wilden eigenlijk in de 4 weken tijd een hele huis upgegraded hebben. Het huis was gemeubileerd, maar wij mochten het helemaal naar eigen raad al invullen. En wij hebben die mensen bereid gevonden om dat te mogen laten zien waar wij nu ook voor staan. En dat is heel leuk om te laten zien aan jullie. We gaan jullie meenemen in alle vertrekken en alle kamers wat we gedaan hebben. En alles komt bij ons vandaan. Op 4 weken tijd bijna een ongelofelijke prestatie van het hele team van Driehoek. Nou, u zal benieuwd geworden zijn. Komt u mee naar binnen. Dan gaan we kijken wat het geworden is. Zo, welkom binnen. Nou, een enorme hal waar je dus binnen gaat komen. Wat wij nou gedaan hebben, we hebben een prachtig soort behang daarachter laten zetten bij de entree. Twee spiegels symmetrisch met twee grote vazen. Dus dan krijg je zo'n hele mooie entree eigenlijk. Komt u maar. Nou, de living room, zoals je dat noemen. We hebben een enorme grote bank geplaatst in onze mooie bekende stof natuurlijk, die u wel kan. Het leuke is, dit is dus gewoon model Tutankhamun die wij verkopen. Nou, dat staat hier dan te pronken. We hebben een enorm kleed bijgenomen, 3 bij 4 meter. Zo'n eigelsachtige sfeer tafel erbij om het even te breken. Echt waanzinnig. Mooie grote robuuste lamp natuurlijk erbij gemaakt. En het leuke is, we hebben hem eigenlijk, omdat hij zo groot is, hebben we hem in tweeën verdeeld. Dus we hebben, aan deze kant hebben we een soort tv-kamer eigenlijk gemaakt. Ja, zo met losjes waar ze heerlijk kunnen liggen en heerlijk kunnen, zeg maar wat ze gaan doen. Ja, heerlijk. Van hele zachte fluweelstof laten maken, heel prachtig mooi. Nou ja, je kan heerlijk tv kijken, hier heb je echt zo'n tv-room, hoek. Ja, ik ga het toch even doen hoor, want het is hier, het zal je gebeuren. Heerlijk tv kijken, het is bijna een bed. En jonge mensen die hier wonen, dus daar hebben we over nagedacht om dat lekker jong te houden. Heerlijk natuurlijk. En dan gaan we doorlopen naar de bijkamer, zoals we een feestje gegeven. Nou, hier hebben we dus het Dubai verhaal even terug laten komen. Met zo'n grote tafel. Met van die prachtige stoelen die nu zo populair zijn eigenlijk. Hè? Met dat hele makkelijke leren, kunstleren eigenlijk. Prachtig mooi. Mooie grote, als je een party geeft of als je een leuk feestje geeft. Hebben we hier nog even opgevuld met zo'n prachtige spiegelzaal van het Dubai. Nou, met zo'n schelpvaas natuurlijk. Slaat perfect aan in de sfeer en in de ruimte bij de master. Of bij de grote living room, zeg maar. En dit is dan de bijroom. En we gaan nu richting de keuken, want dan gaat u ook iets bijzonders vinden voor de hond. Kom maar kijken. Hier zit weer het vertrek van de echte keuken. Dus we komen uit de bijkeukenkamer, dinerparty, geef het maar, zeg het maar. Nu komen we dus in de keuken. Het is zo gigantisch groot. Hebben we ook helemaal ingericht, moet je kijken. Prachtige grote tafel neergezet. 3 meter van Dubai. 8 van die grote fatuis erbij die weer binnen terugkomen. Dat het huis dan heel veel loop krijgt in die sfeer. Ook weer zo'n prachtige lamp erboven. En het meest unieke en het meest grappige van dit interieur is dus. We hebben een bank laten maken voor de hond. We hebben hier een hele grote hond natuurlijk. Die ze dit bewaakt, want dit is nogal wat. Dus ja, ik kan er even niet in zitten zeggen. Want kijk, het is een groot hond. Maar de bedoeling is dus, hij is op 1,30 meter diepte gemaakt. Want dat kan ook bij onze zitmeubelen allemaal. Hebben dezelfde stof weer gebruikt, die fluwelen stof. Als in de living room, zeg maar. Dus ja, geweldig natuurlijk. Je zou de hond wezen. Het is prachtig om te zien. Hoe moet je ervan zeggen? Zoom nog maar even naar buiten. Je zal eventjes een mooie dag hebben. Zo. Even naar deze kamer. Zo'n heerlijk Engels sfeertje, kantoor waar je heerlijk kan werken. Heel comfortabel gemaakt. Helemaal in die sfeer, helemaal in die stijl. Nou ja, je zal maar even achter je bureau moeten gaan zitten. Ja, als de koning bijna. Heel erg mooi gedaan, heel erg mooi in die stijl. En een heerlijke kantoorkamer natuurlijk. Kom, ga gaan naar de volgende kamer. Ja, we gaan naar boven. Komt u maar mee. Een prachtige grote trap natuurlijk. Zo'n gedraaide trap. En dan hebben we natuurlijk mooie schilderijen geplaatst. Het moet wel een beetje mooi zijn natuurlijk. In ieder geval een mooie sipper van die prachtige vaas. Ja. Bent u er nog? Wat moet je zeggen? We gaan even de slaapkamers één voor één in.
die we ook allemaal ingericht hebben. We hebben geweldige babykamer gedaan, maar komt u maar eens maar kijken. Ik ben hier, meneer de webprovider. Komt u maar naar binnen. We zijn hier bezig. Hier komt dus een tiener te wonen, te slapen, laten we het maar zo willen stellen. Begin 10. Dus we hebben nog met wat roze gedaan en we hebben met wat zilver gedaan. Ja, heel erg leuk natuurlijk. Heerlijk bed. Mooi gecapitoneerd. Ook weer laten maken, allemaal op maat. Dat kan allemaal gebeuren natuurlijk bij ons. Maar nu ziet u een keertje zoiets in een mooi huis, in een slaapkamer ingericht. Hier weer zo'n prachtige spiegel die we natuurlijk altijd in de collectie hebben. Hier staat de kaptafel Dubai. Eigenlijk een beetje speciaal ontworpen voor dit huis. Kijk, dit is die kaptafel. Kunnen ze lekker onderwerken. Kan in elke kleur, kan in elke maat. En deze zijn ook op maat gemaakt voor dit muurtje. Ja, dan krijg je iets bijzonders. En we zijn hier. Jawel, komt u maar binnen. Hier hebben we dus ook hetzelfde type bed laten maken, maar dan in een andere kleurstelling. Prachtige kleur ook natuurlijk. Meisje wat hier komt te slapen is wat ouder. Dus dit hebben we ook weer even iets anders ingericht. Niet met roos. Hele mooie gordijnen laten maken, hoor. Echt super mooi. Kom even kijken. Hier is de walk-in closet, daar hebben we niks mee te maken. Weer zo'n spiegel even terug laten komen. Super mooi eigenlijk. En er is meer, we gaan naar de volgende kamer. Een babykamer laten maken. Wat moet je ervan zeggen? Dat moet je bijna zien. Heel erg mooi natuurlijk. Het leuke van dit bed is ook bijvoorbeeld wat we hebben laten maken. Dat hij dus ook te schommel is. Ik hoop dat u het goed kan zien op de video. Of op de film. Maar hij is dus, als een kindje wil slapen, dan kan je een beetje helpen. Prachtig kastje bij laten maken, zo'n linnenkastje weer uitgegraveerd. En dan helemaal met die rosetjes. Hebben we ook een prachtige commode in laten maken die half rond loopt. Ja, we hebben zo nu en dan wel eens een klant die echt iets heel moois wil hebben. Laten we zoiets maken bij onze fabriek in Portugal, want ja, die kunnen eigenlijk alles. En dit ook, dit is een ontzettend leuke kamer geworden. Waar ze ontzettend trots op zijn. Maar er is meer, we gaan naar een master bedroom van de mensen. Komt u maar naar binnen! Ja, kijk eventjes. Schitterend mooi. Ook weer een hele mooie materiaal laten maken, dit bed. Met een heel goed kwaliteit matras daarin. Daar zal ik er niet te veel mee bemoeien, maar perfect. Behang. We hebben het behang erachter laten maken. Omdat het heel mooi dus correspondeert met dat bed. Super mooi. Dan moet je naar eens kijken naar dit. Dit zijn toch ongelooflijk mooie dingen. Het is groter dan mezelf geloof ik. Maar echt waanzinnig mooi hoe dat eruit ziet. En zo'n slaapkamer maak je daar natuurlijk gewoon echt spannend mee en geweldig mee. En super mooi. We zijn hartstikke trots dat we tegenwoordig geroepen worden om dit soort klussen ook te mogen doen. En we kunnen het ook echt aan, dat heb ik gemerkt. We zijn op de proef gezet zeg maar, door dit. Maar het is fantastisch gelukt en we hebben hele blije mensen gekregen. Die zelfs bereid waren dat het mochten filmen. Dus het is gelukt.